trots van deze gemeente hebben we vanavond op dit podium staan. Jullie zijn daarvoor gekomen in grote getale, gelukkig. Kan een beetje meer zijn, maar de kroegen zitten vol en ze zullen zo deze kant op komen. Ze staan vlak voor een grote tour door Duitsland. En ze hebben gedacht, we moeten toch maar beginnen. Even oefenen ergens in het westen en daarna maar beginnen in het oosten, dicht bij moeders. In Overdinkel, op dit podium, dames en heren, voor jullie, Herro! The Pylon of Insanity! Thank you.
Jongens, we gaan een beetje knallen vanavond, hè? Het volgende nummer is Lost Souls! Yeah.
Benders, jongens. Ik weet niet of jullie over Dingle Benders zijn. Als je daar kijkt, Rats Hole. Lijkt me dat hier nog wel ergens een motorbender zit of zo. Of zijn hier geen bikers? Eentje? Hé! Hey, vorig jaar hebben we Lassen gespeeld. Ik weet niet of er mensen waren die daar waren en nu ook hier zijn. Maar op een gegeven moment klom ze hier dus gewoon het podium op. En doken ze eraf. Hadden wij het nog nooit gezien. Maar dat heet steeds dijven. En dat mag hier ook wel hoor. Misschien ben je het volgende nummer dan. Een snelle. Get Strike! Zit die al Duitsers hard aan? Dan moeten die bij dit nummer maar even weglopen. Dat is een nieuw nummer van ons. Komt op de volgende cd, nemen we in juli op. Komt in het najaar uit. Kom je mee? Het gaat inderdaad over die Duitsers.
en hoe ze zich gedragen ten opzichte van andere mensen. You try to learn.
en wat ze ooit gedaan hebben. Oké, jongens, ben je naar de zin of niet? Of moeten we misschien een oude gouden gaan spelen? Ik weet niet. Ik weet niet wie van jullie onze eerste CD heeft gekocht ooit. Maar het eerste nummer ervan was The Rising Phoenix. En eigenlijk hadden we gedacht van dan doen we vandaag een drumsolo in, omdat we eigenlijk thuis spelen. Maar Ferry, die durft dat niet zo goed. Nou, een heel klein drumsolootje dan. S'avonds gezellig samen rond het brandend maasvuur. Dan lijkt dat wel eens nergens toe. En dan gaat dit nummer toevallig over. Road to Nowhere! Yeah.
Jullie gaan één ding op doen. Thank you.
Thank you.
Oké, jongens, het is hier warm. Is het daar ook warm? Hey, ben je naar de zin of niet? Ja! Oké, dan! Fanny moet even zijn drumstel stemmen. En dan gaan we zo weer verder. We hebben dus zometeen nog een prijsvraag, dus blijf er even bij. Oké, dan dit nummer nog en dan begint de prijsvraag. Daarmee valt de winnaar. 1 t-shirt met opdruk Hero. Of 1 van de 2 cd's naar keuze. De eerste of de tweede, niet allebei natuurlijk. Degene die zometeen, dit nummer dus niet hè, dit nummer is van ons. Maar het nummer wat na dit nummer komt, dus 1, 2, dat is een cover, zoals dat heet. En als je die raadt, wie de uitvoerende artiest of band is, en je gaat daar ginds naar die dames, achter de balie, van de merchandise, dan kun je of een t-shirt, of een cd, of wat ik dus net al zei. Dus, dat geldt ook niet voor dit nummer. Die gooien we zo meteen in de tombola. Dit nummer is Reverse Tales!
We zullen pissen. En dan nu! Het moment is aangebroken! Spits de oren! De Hero Trombola gaat open! Ik zal wel zeggen dat het geen Metallica is. Klaar voor de Trombola? Daar moet je wezen voor je prijzen. Daar gaat hij dan! Shhh. Er kan er maar eentje van winnen. Hé jongens, dit is ons laatste nummer. Daar gaat hij dan! Done.
laatste stuk niet. Jongens, laat ik nu het laatste stuk niet aan. Echt niet. Oh, roep de noe.